Welkom bij een nieuwe aflevering van Beunus. En, morgen. Ja, we zijn lekker aan het sleutelen aan dit hok. Ja. Wat ben je aan het doen, Jeremy? Nou, ik kom net van de Chinees af. Klaar met wokken. Ik wil even het lampje vastrijden. Want het schijnt dat ze niet zo tof vinden dat als een lampje zo rondje strijdt. Ja, dat is natuurlijk niet echt... Vinden ze niet veilig. Het was hartstikke veilig, is lampje brand. Dus Jeremy gaat er iets oplossen daarmee. Ja. Daarnaast de klakson zat zeg maar vast met een tie-rappie. Ja, daar heb ik wat voor geknutseld. Even kijken hoor. Ja, het is niet zo mooi. Maar als het werkt dan is het goed, hè. Dat is beun. Kijk. Ik heb zo'n aluminium strip gepakt. En daar heb ik zo een beetje in lopen slijpen. En dan gaat hij ongeveer zo. En dan doet hij hem ongeveer recht zo. En dan wordt hij hieronder gemonteerd. En aan de zijkant vast met N3 boutjes. Want ja, dit ding is afgebroken. We hebben geen nieuwe toeter. Dus ja, dan moeten we het maar even hiermee doen. Dat gaat vast goed komen. En daarnaast is Jeremy ook bezig geweest met het opnieuw purren. Opnieuw purren. Ik had hem iets te vroeg al uitgetest, dus toen was hij losgekomen. Ja, dit is echt, het ziet er natuurlijk niet uit, maar ja, misschien dat het werkt om iets stiller te maken. Ik denk het wel. Denk het ook wel. Ik hoop dat dit nog loopt, en anders moeten we eventjes een sproeiertje vervangen. Dus hier gaat de toeter zo meteen op. Jeremy gaat het eventjes vastbeunen. En dan moeten we eventjes naar de bouwmarkt, want wat hebben we nodig? Ja, je had 3 M-boutjes nodig of zo. Ja, M3. M3. Net zoals BMW, weet je wel. Ja. M5, M3. Zoiets, joh. Ja, gaan we halen. We zijn naar de praxis geweest en we hebben dit stukje, Beunus Engineering in elkaar gezet. En, het is niet eens zo'n slecht idee, denk ik. Ik bedoel, zo kan die weer op de Domos. En als het op de Domos zit, dit is wel goed geïnstalleerd, zeg maar. Dat is beter dan een tijdrapje, toch, Jeremy? Ik vind het prachtig. Nou, dan gaan we even erop knallen. Kijk, samen met deze erbij. Kijk hier. Kijk, joh, die plantenpot met tuning uitgaat. Dit is echt tuning, dit. Ja, hij mag maximaal, we hebben net even gekeken, hij mag maximaal 96 decibel maken. Dus, gaan we het even meten. Officieel ook 50 cc, maar dat is hij gewoon. Toch? Ja, natuurlijk. De klakson zit vast. Nou, dit is echt Beunus Engineering op zijn best. Kijk hoe goed het vast zit. Thomas gaat zelf niet kunnen bedenken, dit is echt fantastisch. Nee, ja, deze dingen breken natuurlijk allemaal af. Tenminste, bij mij zijn er echt al 5 afgebroken. Dan heb ik gewoon een andere klakson gehaald. Maar ja, hey, zo kun je het ook goed repareren, denk ik. Ja, het kost wat werk, maar het mooiste is het ook weer niet. Maar als je wat mooier bent met het afwerken van dat metaal, maar daar heb ik helemaal geen zin in natuurlijk. Prachtig. Maar dit is wel mooi. En nou gaan we even de lamp terugplaatsen. Ik denk dat we hier wel eventjes even een dingetje aan moeten krijgen. Nee, joh, dat werkt. Ja, dat ga ik even doen. Dat werkt al, jongen. Ja. Dat is niet nodig. Nee, wel. Anders dan doet hij het zo meteen niet. Hij deed het prachtig. Kijk, ik pak even een dingetje. Ik ga jou laten zien. Ja, ik pak even een dingetje. Nou, ik heb het even proper gemaakt. Ja, zelfs bij Beunus moet je dingen proper doen soms. Anders dan gaat het niet goed komen. Nou, kabeltje daar. Nou, Jeremy, laat eens even zien hoe je dat doet. Nou, we zijn even zien dat we gefixt hebben. Een lampje. Die hebben gefixt hebben eigenlijk. Ja, zeker. Rijden rond, hè, het glas. Laat zien. Hij rijdt niet meer rond, hoor. Nee. Kijk. Een lampje er ging zo. Wii. We hebben er gewoon lijm langs gelegd. En toen met een doek zo lijm zo weggehaald. En een beetje tussen gedrukt. Ik zie niks van terug. OEM. OEM. Nou, deze gaat in Milske. Ja. Die flatske zo erop. Ja. Zo moet hij wel even een beetje hard douwen, denk ik. Douwen. Ja, maar weer niet douwen. Gewoon douwen. Niet meer geen koffiemerk. Dat is echt nou, bed. Ja. Kom, jong. Ik wil niks kapot maken, jongen. Ik heb er genoeg kapot gemaakt vandaag. Je hebt al genoeg gesloopt. Moet ik het doen? Nee, toen is die andere. Wat een drama. Kijk, die gaat er wel gewoon op, maar dan gewoon een kutkabeltje voor jou. Ja, die is weer nieuw. Die is weer speciaal. Oh. Die vindt zichzelf iets te tof. Die is nog niet uitgelubberd. Hey. Kijk, kinderen. Hoppa. Kijk, zit die rechte lamp? Ja, goed. Hoppa. Schroefje. Nou, schroefje ligt er daar, hè? Dat krijg je daar neergelegd. Vakkundig opgeruimd. Echt. Jongen, als deze gekeurd wordt, hè, door de RDW, dan gaan we echt uitlachen. Dan kan iedereen het. Ze gaan wel denken, wat voor clown heeft die aangezeten. Ze hebben nog nooit een echte beunhaas. Ik denk dat we even grote schroevendraaier moeten pakken van bord. Nee joh, dit werkt. Oké, dit werkt. Kijk. Ik vind het goed. Oké, maar even kijken of lampen doen. Dat moet nog vastgezet worden. Nee joh. Het is echt gebed zonder ente. Dat is serieus. Prima vast. Ja. Nou, ik vind het prima, mooi. Zo verstelbaar.
Ja, dat is altijd toch geweest, hè? Ja, en dan dit ding. Ja. Ja, ik denk dat we die inderdaad wat verder moeten duwen of zo. En dan kunnen we hier een tijrepje omheen doen of zo. Dan zien ze het allemaal niet. Of gewoon hier zo meteen gewoon een tijrepje omheen, zo. Ja, maar dan zit dit niet vast, weet je wel. Als je hem helemaal doordoet, dan kan die hier overheen. En dan, Ja, we gaan even kijken of het werkt. Ik denk dat was wel prima. Nou ja, alles zit op elkaar. De toeter, lampje zit goed. En ja, we hebben hem, een beetje de zachtjes laten klinken. Hij loopt nu 47 ongeveer op de GPS. 48, ja. 48, dus ja, dat moet denk ik wel goed komen op de rollenbank. Dus ja, op deze manier gaan we hem aanbieden bij de RDW. En ik ben benieuwd. Kijk, als deze doorheen komt, Jeremy, dan kan alles er doorheen. Dan kan alles er doorheen. Lampjes doen het, dat is belangrijk. Bandjes hebben kap is ook even nog. Ja, kap hebben we eventjes gemodificeerd. We hebben hier het uitstekende stuk weggehaald, omdat het past niet zo goed. Nou ja, dan hebben we alleen maar zo'n winnetje over. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus ja, de volgende keer dat jullie ons zien, is bij de RDW. En dat, even kijken, de afspraak 29 september hebben we de afspraak. Ja, dus dat gaat nog even duren. Dus het gaat nog even duren, helaas. Gaan we even duren. Nou ja, we zien jullie graag dan. En tot die tijd, geef deze video even een duimpje omhoog. Breng even ideeën voor de comments, wat we kunnen doen. En dan zien we jullie gauw terug in de volgende. Onderdelen trouwens mogen ook nog wat gratis opgestuurd worden. Mocht er iemand een mooie uitlaat hebben liggen of zo, die denkt, oh ja, die kan wel beter, die kan er wel op. We testen alles. Jeremy's charity.